Zo mensen, een gelukkig nieuwjaar. Een gelukkig 2020. Super. Zo, gaat het goed Erik? Al we gelijk een pakket uitpakken? Ja, we gaan een pakketje uitpakken. We gaan even wat af. Je hoort het al buiten, wordt genoeg afgestoken, dus dat gaan wij nu ook gewoon doen. Kan je niet achterblijven. He, toch Vince? Nee, sowieso. Vandaag vier ik eigenlijk oud en nieuw bij Erik, want thuis vieren we het eigenlijk niet zo. Dus vandaar dat ik het wel gezellig vind als iemand het wel viert. En we gaan dadelijk lekker barbecuen buiten met biefstukje en eigenlijk tussen de prachtige vuurwerk. En het wordt volgend jaar best mooi, want ja, 2020 is gewoon een leuk aantal. Toch? Dat wordt een heel bijzonder. Voor mij wordt het een persoonlijk bijzonder jaar. Ja, oh, ja, klopt. Ja, echt, Erik, ja, echt heel bijzonder. Maar Erik, dat... ja. Ja, dat kom je ooit nog wel achter even. Dat is, ja. Dit is trouwens Mattie. Dat is echt een schatje. Hey. Het is nou die camera. Nee, hij vindt het helemaal leuk. Gaat hij op twee kanten lopen? Kijk nou, hoe het in de circus op. De nieuwe Samsung is op de straat. Hij is echt een schat. Jullie hebben die hond nu echt een paar maanden of een maand? Of... Vanaf oktober. Ja, oké, okay, ja, een paar maandjes al. En hij is nu 4 maanden, dus een jonkie. Ja, het is een mix tussen een mopshond en een... Mopshond en een boerenfox. Oh. Wat is die nou? Oh hier. Maar hij is echt een schatje. Hij is echt een schatje. Hij vindt de camera heel leuk, interessant. Zie je het? Kijk er maar in. Kijk nou, hij likt de lens. Oh, hij vindt dat zo nieuwsgierig. Wat een geweldig beest. Kijk nou. Hij is echt leuk. In het begin was hij een beetje bang natuurlijk, maar logisch. Dan is er een wild vreemde in één keer. En toen gaf ik snoepje en dan ging ik op de bank zitten rustig. En toen kwam hij bij me snuffelen. En ja, zolang je maar snoepjes geeft. Ja. Nee, maar daarna ging het goed. Daarna ging het goed, hè? Ja, toen ging ik even rustig zitten. En dan is die hond, die weet ook van, het is allemaal rustig. En toen kwam hij snuffelen op zijn gemak. En toen was het in één keer, ging hij me kietelen en sprong op me. Het was geniaal. Maar wij gaan daar wat leuks doen, want mensen vroegen het in de video's van Vincent, wil je een vuurwerkje afsteken voor de camera? Nou, dat wil ik wel. En Erik misschien ook, als we het lief vragen. Vooruit voor jullie. Ik heb deze pot, het is de Xiam, de Multi Effects Firework Battery, 10 shots. Ik ben benieuwd, ik heb maar 4 grote potten, maar Erik heeft al een best wel groot pakket zo te zien. Ik heb de Blue Eagle. Oh, kijk, het is Blue Eagle. Gewoon een fonteintje. Ah, wel leuk. Een mooie mix tussen shots en een fontein. Ik heb ook shots. 4 shots. Kijk. Shots. 4 keer. Nou ja. Geweldig. Ik zou het maar niet doen met dit kruid. Voel ik nou weer vochtig. Voel ik nou weer. Zit hij weer te snuffelen. Hij echt. Zit weer te snuffelen. Hé, hey, wat is het? Wat is het? Gaat hij weer? Het is zo leuk. Hij is zo leuk. Ja, wat is het nou? Wat is het nou? Hey, wat is het nou? Wat is het, Mattie? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Wat is het? Hij kent die kat. Nee, dan weet niet wat het is, hè? Ja, dan weet het niet wat het is. Hé? Zo spelen ook, hè? Het is een beetje donker hier, maar het is ongeveer 8 uur. En achter mij worden allemaal vuurwerk afgestoken, maar hier gaan wij vuurwerkje afsteken, de 10 shots. Nou, het wordt wat, Erik. Waar ben je? Oh, daar ben ik, kijk daar. Dat was wat, hè? Waar is die gozer gebleven, joh? Wat een ding, hè? Jeetje. Dat is echt vet. Wat een ding. Ik vond hem leuk. Ik vond hem geweldig. Nou jij, Erik. Ja, nou ik, hè. Lekker lampje, jongens. Het zit altijd zo veilig heel professioneel moet je dat... En dan moet je dat echt met grof geweld moet je het open. Dit wordt ook, dat gaat helemaal goed zo. Dat heb je mooi gedaan. Ja, het lijkt net alsof ik het vaker gedaan heb, jongens. Nou, even aanstekentje erbij. Die zetten we hier neer. Waar ga jij heen? Komt ie hoor, ben benieuwd. Oep. Kijk. Vooral met je hartstikke.
Dat was echt lang. Dat was echt heel lang. Oh man. Fuck, dan heb ik er nog eentje. Oh, fantastisch. Je weet ook niet wat erin zit, hè? Ik weet ook niet wat erin zit. Fantastisch. Ruben Koet, die zou al lang weten wat erin zit. Ja. Oh, er zitten 5 shots in. En dan denk je, oké, genoeg verteld. Terwijl voor ons is het gewoon allemaal één verrassing. Ja, dat is zo. Ja. Wat goed! Het ruikt ook zo lekker vertrouwd weer. Hè? Want ik heb eigenlijk, dat was echt mijn eerste vuurwerk die ik heb afgestoken dit jaar. Vroeger deed ik wel eens dat ik echt in de ochtend begon met rotjes, rommeloemen en zo. Maar tegenwoordig is het alleen maar potten 's avonds. En ja, voor je het weet is het op. Dat is jammer, ja. Hè? Maar je moet eigenlijk bewaren voor vanavond. Dan is het eigenlijk officieel het hoogtepunt natuurlijk. Erik, lukt het al met de... Ja, ik heb het. Ja, we zijn... Ja, komt goed. Nummer zoveel. Okay. Even. Kijk nou eens hoe dat eruit ziet gewoon. Met schuimrubber of zo erin en dan... Ik ben apart, reuze benieuwd. Ja, ik ook. De Diamond. Nee, de Blue Eagle. Oké, Blue Eagle. Ja. Ik ga hier staan. Is dat goed? Ja, maar wat je ook kan doen... Ja. Ja. Oh, daar gaat hij. Hots. Zo, dat was mooi. Zo. Potjes. Dat was echt fantastisch. Zo. Mooi potje, Erik. Oh. Nou, we hebben een potje van gemaakt. Een potje met vet. Oh, geweldig. Kijk, die mist dan. Flossception. Ziet er goed uit. Le chef. Echt barbecue op oudejaarsavond, jongens. Echt waar, vuurwerk, vuurtje erbij. Niet de verkeerde worst op de grill doen, hè? Zo, dat! Nou, dan gil ik net zo hard als die gillende keukenmeid. Ja, zo. En daar heb je ook al een fikkie? Hier ook even een fikkie. Oh, heerlijk, jongens. Kijk dan. Pyromanie, jongens. Oh, heerlijk. Kan helemaal. Moeten we geen rotjes erin gooien, hè? Nee, dat moet je niet doen, nee. Nee, precies. Dat... Nou, we gaan lekker eten. Zo, dat ging er goed in. We hebben heerlijk gegeten. Fazant was apart. Ik heb nog nooit zo... Ik heb nog nooit... Die rook, jongen. Als het niet meer fikt, dan gaat dat niet meer. Dan is dat verschrikkelijk. Het is echt bizar, ja. Hoe was Fazant? Apart. Ja. Ik vond het wilderig. Ja, het was wel niet dat het winderig is later, maar... Het is echt wel lekker. Barbecue, mijn geslaagd. Ja, absoluut. En dadelijk nog snacken, want we zijn al lang niet klaar. We zijn nog lang niet klaar. Oh, begint het net. Laten we dat doen. Ja, oliebolletje pakken. Kom. Oh, en Mattie mag even naar buiten kijken. Weet het, hè. Weet het gewoon. Even een kastje doen. Ja, kijk. Hoppakee. Kijk eens even. Schitterend. Kijk. Oh, dan nog beter, Erik. Kijk. Hele vuurwerkshow. Zo, welkom iedereen. Welkom. Ja, we zijn hier bij Eriksen Game Room. Vertel er wat over, want ik ben hier voor het eerst. Ja, dan moet ik natuurlijk vertellen hoe mijn kamer eruit zit. Moet je natuurlijk weer zo'n roomtour moet je dan weer doen. Met alles wat eruit. Terwijl het eigenlijk... Echt ongelooflijk. Hij komt één keer in je kamer spelen. In ieder geval... Dit is waar ik vrije tijd doorbreng. Dit is waar wij mooi uitzicht hebben op mooi vuurwerk in de verte. Echt, dit is ook trouwens niet normaal. Vincent mist het allemaal. Zoals je in de weerspiegeling van de ramen kan zien. Anyway, mijn kamer. Gewoon lekker. Hij gaat lekker. En ondertussen gaat hij gewoon op mijn bank zitten alsof hij thuis is. Alsof het zijn kamer is. Dat heb je wel heel mooi verteld, Erik. Ik weet totaal niet wat ik verteld heb, want ik heb al x aantal... Ik zet zelfs mijn bier ervan op zijn kop op de tafel. Zag je dat? Ik vond het gewoon... Zo, ter plekke. Kijk even daar, nostalgisch. Kirby. Ja. Super Nintendo. En we hebben hier dan gewoon lekker een PlayStation 3. En natuurlijk ook een Switch. Oh, en Pokémon, ik zie al van alles. Tuurlijk Pokémon. Yoku's Island Express. Beeldjes, mooie LP-speler. We zien hier nog een ouderwetse 42-in-1 game machine. We hebben nog allemaal Iron Man dingen hier. Funko's. Geweldig, jongens. Kijk nou. We gaan ons maagje weer vullen. Oh, die hapjes. Zo, jongens. Kijk eens even deze ook. Hè. Oh, uit België gehaald in deze. Ja! Oh, geweldig.
mensen, een gelukkig nieuwjaar. Een gelukkig 2020. Dat we maar gewoon lekker veel video's mogen maken op het kanaal. En dat we gewoon weer lol hebben in het maken van de video's. Maar ook jullie, dat jullie lol hebben in het kijken naar de video's uiteraard. Nou, het wordt super gezellig. We gaan even vuurwerk afsteken. Hartstikke mooi. Yeah. Bedankt voor het kijken, iedereen. Gelukkig nieuwjaar nog. En wat wordt nou voor jou een heel goed voornemen? Toch weer wat meer uit die lange stoel komen. En
En eten! Ja! Belangrijk! We gaan zo snel mogelijk weer naar een restaurantje hoor. Sowieso. Heerlijk. Doeg iedereen! Doeg.